In dit filmpje leert u stap voor stap hoe u uw blaas kunt legen met Ludja. Het is belangrijk om te voorkomen dat u bacteriën met uw handen op de katheter overbrengt. Was eerst zorgvuldig uw handen met water en zeep. Vergeet uw duimen niet. U kunt handgel gebruiken als er geen wasgelegenheid in de buurt is. Zorg ervoor dat u alle benodigdheden klaar heeft staan voor de katheterisatie. Trek uw kleding zover uit dat u ongehinderd kunt katheteriseren. Om te voorkomen dat er bacteriën in de blaas terechtkomen bij het katheteriseren, reinigt u het gebied rondom de opening van de urinebuis zorgvuldig. Schuif, indien aanwezig, de voorhuid terug zodat de eikel goed zichtbaar is. Begin met vegen vanaf de urinebuis naar buiten toe. Maak nu de katheter gereed. Trek de verpakking open. Haal het etiket los van de achterkant om de plakstrip te onthullen en plak de verpakking op een verticaal oppervlak zodat u er gemakkelijk bij kunt. Haal de katheter uit de verpakking. Als u een pocket size versie van Lucia gebruikt, kunt u de katheter een kleine draai geven om deze uit te vouwen. De katheter is voorzien van een beschermhoes om besmetting te voorkomen, zodat u hem op elk punt kunt vasthouden. Draai om de katheter te openen. Zorg ervoor dat u beide uiteinden van de katheter omhoog houdt als een lachend gezicht om te voorkomen dat er vloeistof uitgemorst wordt. Giet de vloeistof uit de katheter via de connector in het toilet of de wasbak en ga met de vingers omlaag langs de beschermhoes om de laatste vloeistof eruit te laten lopen. U bent nu klaar om te katheteriseren. Let erop dat de tip van de katheter nergens mee in aanraking komt, zoals de gootsteen, uw kleding of huid. Als dit het geval is, gebruik dan een nieuwe katheter om een mogelijke infectie te voorkomen. Om het inbrengen te vergemakkelijken, tilt u de penis op met één hand. Hierdoor verandert de vorm van de urinebuis van een S-vorm in een U-vorm. Knijp zachtjes in de eikel van uw penis om de urinebuis te openen. Hou hem niet te stevig vast, zodat de plasbuis niet dichtgeknepen wordt, omdat dit de doorgang van de katheter kan belemmeren. Als u een beetje zenuwachtig bent, probeer dan een paar keer diep adem te halen. Als u ontspannen bent, wordt het inbrengen van de katheter gemakkelijker. Om de katheter tijdens het inbrengen onder controle te houden, knijpt u in het zachte gedeelte van de grijze inbrenghulp terwijl u de penis vasthoudt met één hand. Gebruikt u uw andere hand om de tip van de katheter voorzichtig in de opening van de urinebuis te leiden. Wanneer de tip is ingebracht, houdt u de penis en de grijze inbrengenhulp met dezelfde hand vast, zonder druk uit te oefenen op de inbrengenhulp. Gebruik uw andere hand om de katheter in te brengen. Knijp in de beschermhoes en trek deze geleidelijk naar de penis toe. Door te knijpen in de beschermhoes dicht bij de penis wordt het proces gemakkelijker. U regelt het inbrengen door de beschermhoes naar achteren te schuiven, terwijl u met de grijze inbrenghulp het inbrengen kunt pauzeren en de katheter op zijn plaats kunt houden. Breng de katheter langzaam en voorzichtig in de urinebuis. Het is normaal dat u weerstand voelt bij de sluitspier, dus wees voorzichtig. Als u ongeveer halverwege bent, kunt u de penis loslaten en gaat u verder met het inbrengen. Als u wilt, kunt u de katheter buigen of uw duim op de connector houden om de urine tegen te houden totdat u klaar bent om te legen in het toilet. Zorg ervoor dat u de connector naar het toilet richt voordat de urine begint te stromen. Ga door met het inbrengen van de katheter totdat de urine begint te stromen en ga dan nog iets verder. Wanneer de urine nog maar langzaam druppelt, verwijdert u de katheter. Na gebruik kan de katheter weer gesloten worden door de twee grijze uiteinden weer in elkaar te draaien. Stop de katheter terug in de verpakking en gebruik het etiket op de achterzijde om de verpakking weer te sluiten. U kunt de katheter en de verpakking weggooien zoals u dat bij het gewone huisvuil zou doen, maar niet door het toilet spoelen. Was uw handen wanneer u klaar bent. Belangrijk! De eerste katheterisatie instructie dient altijd onder begeleiding van een zorgprofessional uitgevoerd te worden. De instructies in deze video zijn bedoeld als aanvulling op het advies dat u reeds heeft ontvangen. De Lucia katheter is voor eenmalig gebruik. Raadpleeg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor gebruik.